Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 3 van de Eredivisie. In natuurlijk de Europese wedstrijden van de Nederlandse teams en als laatste de Nederlands elftal wedstrijden. Laten we gaan beginnen met de Europese wedstrijden. PSV Benfica werd 0-0, wat betekent dat PSV de Champions League helaas niet gehaald heeft en terugzakt naar de Europa League groepsfase. AZ won met 2-1 van Celtic, maar dat was helaas niet genoeg. En AZ die daalt af naar de Conference League, groepsfase. En Elfsborg Feyenoord werd 3-1, dat had niemand verwacht. Maar Feyenoord is wel gewoon door naar de Conference League groepsfase. En Vitesse won met 2-1 van Anderlecht, wat ze heel goed hebben gedaan. En dat betekent dat hun ook door zijn naar de groepsfase van de Conference League. Dus al met al gewoon prima voor de Nederlandse teams. Dit waren de wedstrijden in speelronde 3 van de Eredivisie. Fortuna RKC werd 2-2. Cambuur FC Twente werd 2-0. Go Ahead tegen Sparta werd ook 2-0. PSV FC Groningen werd 5-2. Willem II PEC Zwolle werd 1-0. FC Utrecht tegen Feyenoord werd 3-1. Ajax tegen Vitesse werd 5-0. Heracles NEC werd 0-1. En Heerenveen tegen AZ werd 1-3. Dan waren dit de WK-kwalificatiewedstrijden voor het Nederlands elftal. En Nederlands elftal heeft het goed gedaan. Die 1-1 tegen Noorwegen was nog slordig. Maar ze hebben overtuigend met 4-0 van Montenegro gewonnen. En die 6-1 tegen Turkije was natuurlijk fantastisch. Ze speelden echt heel goed. Het was echt heel erg leuk om naar te kijken. Dus dat geeft goede hoop voor het halen van het WK. Dit is de ranglijst van de Eredivisie op het moment. PSV staat bovenaan met 9 punten. Dan komen Ajax en FC Utrecht met 7 punten. Feyenoord, Heerenveen en Willem II en NEC hebben 6 punten. Fortuna, RKC en FC Groningen hebben 4 punten. AZ en Go Ahead Eagles en Cambuur en Vitesse hebben 3 punten. FC Twente, Heracles en Sparta hebben 1 punt. En onderaan staat PEC Zwolle met 0 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8 en daarbij wil ik zeggen dat ik weer van een aantal mensen de uitslagen niet kon zien. In de mail wel heb kunnen vinden, behalve van één iemand denk ik. Maar als het goed is het helemaal goed gekomen. Nu heb ik van iedereen de juiste voorspellingen gedaan. Ja, hoe heet het? We blijven maar gewoon op deze manier gaan en ik zoek wel contact met je op het moment dat het niet helemaal gelukt is. Op dit moment staat Jesper, net als vorige week, weer bovenaan met 34 punten. Dan kom ik met 31 punten. Stan staat derde, zowel als Milan Lazeri met 29 punten. Jarno en Joey en Brian hebben 28 punten. En Massimo staat achtste met 25 punten. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving van deze video. En we hebben 4 weekwinnaars, namelijk Jesper, ikzelf, Milan Lazeri en Brian Strijker. Allemaal evenveel punten gehaald. Dus allemaal weekwinnaar. Dan gaan we naar de wedstrijden die we gaan voorspellen. Speelronde 4 van de Eredivisie brengt ons FC Twente, FC Utrecht, Cambuur tegen Go Ahead, PEC Zwolle Ajax, AZ tegen PSV, daar ben ik bij, Sparta tegen Fortuna, NEC Willem II, RKC tegen Vitesse en FC Groningen Heerenveen. We missen weer één wedstrijd, dat is namelijk Feyenoord. Met een of andere tegenstander waar ik even niet op kan komen. Want dat heeft ook met Europese wedstrijden te maken geloof ik. Dus Feyenoord hoeft deze speelronde niet te spelen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering van Eredivisie Voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.